Hier zie je een lampje aangesloten op een batterij en een ampèremeter meet de stroomsterkte door het lampje. De plus is op de plus aangesloten, anders gaat de wijzer de verkeerde kant op. Dus de ampèremeter wordt in serie aangesloten. Het symbool voor de stroomsterkte is de I en de eenheid is de A van ampère. 1 ampère is 1000 milliampère, net als 1 meter 1000 millimeter is. En milli is duizendste, dus een milliampère is een duizendste ampère. Hier kun je omrekenen van ampère naar milliampère en omgekeerd. Niet zo lastig. Moet je de ampèremeter aflezen, dan begin je met het grootste bereik. Dan is die 5 ook echt een 5. En als de stroom dan bijvoorbeeld 4 ampère was, dan gaat je zekering niet kapot. En het gebeurt wel bijvoorbeeld bij deze hier. Dan wil je wijzer 20 keer rond. Hier lezen we af. Dit is dus de 5, de 4, 3,4 ampère. Hier is de stroomsterkte te klein om het goed te kunnen aflezen. Dus, eens kijken, dit is 5, dus ongeveer 0,2 ampère. En dat past in die 0,5, dus je mag hem omprikken. En nu lees je dus af 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,23 ampère. Je hebt isolatoren, zoals rubber, glas en plastic. Die geleiden de stroom slecht. En geleiders, koper is een goede geleider bijvoorbeeld. Alle metalen geleiden trouwens goed de stroom en warmte. Om de spanning te meten hebben we een voltmeter nodig, oftewel een spanningsmeter. En die sluit je over een apparaat, of over in dit geval de batterij aan. Hier meten ze de spanning over twee batterijen en dat is samen 3 volt. Dus je voltmeter staat over die batterijen. En dus ook over de lamp staat diezelfde spanning. Hier heb je een batterij extra. Spanningen mag je dus optellen bij die batterij 4,5 volt. Weerstand, dat zegt iets over de tegenwerking op de stroom. Hieronder heb je twee weerstanden in serie. En daar is het lampje uitgegaan. Dus bij een grotere weerstand en dezelfde spanning wordt een kleinere stroomsterkte. De weerstand kun je met deze opstelling bepalen. Als je een lampje hebt. Dan zet je een ampèremeter in serie en een voltmeter parallel eroverheen. En dan is de resistance, de weerstand, de spanning in volt, gedeeld door de stroomsterkte in ampère. En dan heb je de weerstand in ohm. Nou, hier hebben we 6 volt, 200 milliampère. Hoe groot is de weerstand? Nou, je maakt er ampère van, je deelt hem door 1000. En dan is RU gedeeld door I. 30 ohm is de weerstand van het lampje op dat moment bij die spanning. Nou, die weerstand kan veranderen van dat lampje, maar bij bijvoorbeeld constant aan is die weerstand constant, altijd gelijk. Dat zie je hier. Als je de spanning deelt door de stroomsterkte, bij 2 volt en bij 8 volt bijvoorbeeld, krijg je altijd dezelfde waarde uit. De weerstand is dus constant bij constant aan. En dat heet de wet van Ohm. Waar is de weerstand nou het kleinste? Nou, bij eenzelfde spanning, als dan de grootste stroomsterkte vloeit, is de weerstand het kleinst. Dus bij die groene is de weerstand het kleinst. Nou, een opdrachtje over deze grafiek. En wat we daar hebben is het IU-diagram. Die staat verticaal, die eerste. Stroomsterkte in ampère. Hier staat de spanning in volt. We hebben het IU-diagram van een fietslampje. Nou, waarin zie je dat de weerstand niet even groot is? Ja, we hebben geen rechte lijn, zoals je net zag. En nu gaan we de weerstand 3 keer berekenen. Bij 2, 4 en 6 volt. Dus de weerstand R is U gedeeld door I. Hij staat in ampère. En dan doe je dat hier. En bij 6 volt. En wat opvalt is dat de weerstand steeds groter wordt. Nou, de weerstand wordt groter of kleiner als de stroomsterkte toeneemt. Die wordt groter uiteraard. En hoe komt dat? Nou, het lampje wordt warm en daardoor wordt de weerstand steeds groter. Dus bij het constant aan krijg je hier zo'n rechte lijn. En bij andere apparaten zoals een lampje wordt de weerstand steeds groter als die warm wordt. Nou, elektrische energie en vermogen. Hier wordt een reep chocolade opgetild en het vermogen van het motortje kun je uitrekenen. Dat hangt af van de spanning en de stroomsterkte. Het energieverbruik na 4 seconden wil ik ook weten. Nou, P is U keer I. En dan krijg je 1,5 volt keer 0,1 ampère is 0,15 watt, is het vermogen van het motortje. Het energieverbruik kan in joule of kilowattuur. Als je het in joule wil hebben, het aantal watt keer het aantal seconden, heb je dus een energieverbruik van 0,6 joule.
Nog een opdracht. In de magnetron vloeit een stroom van 3 ampère om het eten op te warmen. Nu wil ik het vermogen weten. De spanning staat dan niet, maar die is thuis 230 volt, dus je krijgt 690 watt in dit geval. Als je nu het energieverbruik eens een kilowattuur wilt uitrekenen van die magnetron, moet je het aantal kilowatt keer het aantal uren doen. En dan kom je uit op 0,17 kilowattuur. Dus 1 kilowattuur 20 cent kost, kun je dan de prijs uitrekenen door dat keer die 20 cent te doen. Naar energie opwekken. Als je een magneet stilhoudt in een spoel, gebeurt er niks. Dan gaat de ampèremeter niet uitslaan. Maar beweeg je hem bijvoorbeeld naar rechts, dan zie je dat hij uitslaat. Of naar links slaat hij de andere kant uit. Dus dan wordt er een inductiespanning opgewekt. En die levert uiteindelijk een inductiestroom. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Voor een inductiestroom op te gaan wekken. Je hebt een spoel nodig en een wisselend magnetisch veld. Nou, bij de dynamo gebeurt hetzelfde. Daar beweegt het spoel om een magneet. En er wordt een inductiespanning opgewekt. Fiets je harder, dan wordt die spanning hoger, groter. En je ziet dat de frequentie toeneemt. Elektrische energie transformeren. In de energiecentrale wordt de spanning opgewekt naar een spanning van 20.000 volt ongeveer, 20 kilovolt. Je ziet hier de generator, de grote dynamo in de centrale. Vervolgens gaat hij naar een heel hoge spanning en dat doet een transformator van 380 kilovolt. Dan is het energieverlies namelijk minder, want bij een hoge spanning hoeft maar een kleinere stroomsterkte te vloeien bij eenzelfde vermogen. Nou, in de buurt van de dorpen gaat hij weer omlaag, ook weer met behulp van de transformator naar 10.000 volt ongeveer. En uiteindelijk naar 230 volt in de woonwijk. Nou, zo'n transformator zit ook in je lader van je mobieltje. Dan gaat hij van 230 naar 6 volt wisselspanning. Dus alleen wisselspanning kun je zo transformeren. Op die manier. En dan wordt hij hier vervolgens gelijkgericht om op te slaan in de batterij, de accu. Hoe kun je hem bouwen, zo'n transformator? Hier heb je een U-vormige kern. Dat is mijn hond die snuit. Nou, dus je zet een spoel aan de linkerkant en eentje aan de rechterkant. Die linker die wordt aangesloten op de wisselspanning en die heet je primaire spoel. En aan de rechterkant heb je de secundaire spoel. Daar ontstaat door dat wisselend magnetisch veld een inductiespanning. En dan kan bijvoorbeeld een lampje branden zonder spanningsbron dus. Het juk sluit het geheel en dan wordt het grote magnetisch veld gebundeld, waardoor het rendement hoger is. Sluit je die transformator aan op bijvoorbeeld 13 volt spanning en heb je hier 5 keer meer windingen, 500 in plaats van 100 links, wordt je spanning ook 5 keer meer. Dus meer windingen zorgt voor een hogere spanning, 5 keer meer voor 5 keer hogere spanning. Daar is deze formule voor. UP gedeeld door US is NP gedeeld door NS. Die UP is de spanning aan de primaire kant. US de spanning secundair. Dus ik heb hier UP de spanning primair. US de spanning secundair. NP is het aantal windingen primair. Dat is 100 in dit geval. En NS is het aantal windingen secundair, 500. Een voorbeeld van een transformator die op het stopcontact wordt aangesloten en 23 volt levert. Hoeveel windingen zijn er secundair als er primair 100 windingen zijn? Nou, als ik het beredeneer, van 230 naar 23 volt is 10 keer minder spanning. Dus moet ik ook 10 keer minder windingen hebben. Dus wordt het 10. Nou, je kunt je formule ook invullen. Schrijf die gegevens op, de formule. Vul alles in. En dan krijg je uiteindelijk 10 is 100 gedeeld door ns, dus die ns wordt 10. Kan het met het kruisproduct, die is die keer die gedeeld door die. Als het rendement van de transformator 100% is, is er geen energieverlies, geen warmteverlies, en dan is het vermogen primair gelijk aan het vermogen secundair. PP, vermogen primair, is P secundair. Nou, P is U keer I, dus je kunt U keer I aan de primaire kant doen. Dat moet dan ook U keer I aan de secundaire kant zijn. Even een voorbeeldje van een transformator. Stroomsterkte wordt hier gemeten. Spanning hier aan de primaire kant. En aan de secundaire kant wordt ook de spanning en de stroomsterkte gemeten. En nu wil ik weten of die transformator ideaal is. Nou, dan kan ik dus het vermogen uitrekenen met U keer I.
aan de primaire kant, aan U keer I aan de secundaire kant. En dan kijk vervolgens of er een vermogensverlies is. Dus aan de primaire kant kun je U keer I doen. U keer I. Dus 3 watt. Aan de secundaire kant kun je dat ook doen. U keer I. En dan zie je hier 2,5 watt en daar 3 watt. Nou, dan gaat er 2,5 watt verloren. Dan gaat er een halve watt ongeveer verloren. Van de 3 in totaal. Dus je zit op 16% energieverlies. We kunnen er nog eentje doen. Primair mag maximaal 16 ampère vloeien bij een lasapparaat. Anders springt je zekering. Je sluit hem aan op 230 volt dat apparaat. En secundair heb je 48 volt. Hoeveel is de maximale stroomsterkte secundair? Nou, je schrijft de gegevens op. P primair kun je uitrekenen. U keer I, 3680 watt. En dan moet je de stroomsterkte secundair hebben. Nou, PP is PS geld. Als je een PS wil hebben, is US keer IS. Die IS wil je weten. En die is dan P gedeeld door U. Dus je deelt je vermogen door je spanning. En je komt uit op 77 ampère maar liefst. Door de secundaire spoel. Elektrische energie gebruiken. Je zet even vast. Kijk maar even wat je moet weten. Ik ga op pauze zetten. Nou, elektrische energie. P is het vermogen en watt. 1 kilowatt is 1000 watt. En je hebt al gezien, P is U keer I. Dus die formule is waarschijnlijk al bekend. Als je hier het vermogen wilt uitrekenen, is het bij die magnetron de spanning keer de stroomsterkte. 230 keer 3, 690 watt. Dat zal duidelijk zijn. Als je nou de stroomsterkte wilt uitrekenen, door een wasmachine wordt het I is P gedeeld door U, gedeeld het vermogen, door de spanning 230 volt, 9,8 ampère. Hier zie je de energiemeter, oftewel de kilowattuurmeter, die meet het energieverbruik in kilowattuur. Dat zie je in de eenheid, kilowattuur. Het hangt dus af van het vermogen, het aantal kilowatt en de tijdsduur, het energieverbruik. E is P keer T. Nou, hier de wasmachine, even kijken. 1,93 kilowatt keer 3 uur staat die aan. Dan heb je 5,8 kilowattuur energie verbruikt. Doe je het keer ongeveer 20 cent. Dan zit je ongeveer op een euro. Kan dat je die twee moet combineren. E is P keer T en P is U keer I. Bij de televisie bijvoorbeeld. Een halve ampère gaat er doorheen. Een week staat die aan. Nou, volg de berekening maar even mee. P is U keer I. Je deelt hem door 1000. En dan doe je E is P keer T. 19 kilowattuur. Kortsluiting, dan raken de plus en de min elkaar direct. Krijg je een enorme warmteontwikkeling. Overbelasting, te veel apparaten op een groep. De zekering kan springen, er zou brand kunnen ontstaan. Hier is de smeltveiligheid doorgebrand. De verklikker ontbreekt, daardoor kun je dat zien. Tegenwoordig heb je installatieautomaten. Dus geen smeltveiligheden meer. En zo'n zekering zit trouwens in het begin van het circuit, waardoor alles vervolgens uitvalt.